Op internet kom je zoveel video's tegen of zoveel online artikelen tegen over het gebruik van indicators en iedereen beweert dat je met een bepaalde indicator winstgevend kan gaan traden. Maar uiteindelijk als je daar vervolgens mee aan de slag gaat, dan kom je erachter dat het toch allemaal niet zo heel goed werkt. En de reden waarom is omdat uiteindelijk een indicator er niet voor zorgt dat de prijs ergens naartoe treedt. Dus je moet in feite begrijpen waarom prijs beweegt en waarom prijs op bepaalde plekken omdraait. En als je dat snapt, dan kan je vervolgens al heel snel winstgevend gaan traden. Dus in deze video ga ik jou laten zien wat het meest belangrijke concept is en wat de meest belangrijke strategie is die je onder de knie moet hebben om vervolgens winstgevend te kunnen gaan traden. En als je daar vervolgens indicators aan toevoegt, dat is in feite gewoon volledig prima, maar dat is alleen maar een extra vorm van confirmatie om jouw trade-idee, om jouw gedachtegang te bevestigen. Maar je kan niet afhankelijk zijn van één indicator en daar twee beslissingen op maken. Dus in deze video ga ik je laten zien op welke manier je wel twee beslissingen kan maken en wat de ultieme strategie is om winstgevend te traden. Nou, voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Kevin Timmer. Ik ben een trader. Ik focus mij voornamelijk op het traden van aandelen en crypto. En ik ben tevens ook mede-eigenaar van de grootste tradingschool in Nederland en België, wel bekend onder de naam TradeAcademy. Laten we nu gewoon eventjes in het scherm duiken en ik ga je laten zien of ik ga jullie uitleggen wat je nodig hebt om winstgevend te traden en dat je daar totaal geen indicators voor nodig hebt. Dus we hebben hier een grafiek voor ons van de S&P 500, dus van de SPY, maar dat kan natuurlijk op ieder ander product, dat kan op een cryptocurrency, dat kan op een ander aandeel, maakt niet uit, een grafiek is een grafiek. En zoals je ziet zijn alle indicators, alle pushpas is volledig onzichtbaar en is niet op het scherm. En dat is wat we dan vervolgens krijgen, is een hele schone grafiek met alleen maar prijsinformatie. Het is heel belangrijk om te begrijpen dat een indicator niet de reden is dat prijs ergens naartoe treedt. Dat zou heel raar zijn. Het zou heel raar zijn als een bepaalde indicator ervoor zorgt dat de prijs omhoog of omlaag gaat. Dat is een beetje een rare gedachte. Het enige wat ervoor zorgt dat prijs omhoog of omlaag gaat, is kopers en verkopers. Dus we moeten op zoek gaan naar plekken in de grafiek waar eventueel kopers en verkopers zitten. Want dat is het enige wat ervoor zorgt dat de prijs omhoog of omlaag gaat. Een indicator zorgt daar niet voor. Dus we moeten op zoek gaan naar plekken waar eventueel kopers of verkopers zou kunnen zitten, zodat we daar een prijsbeweging kunnen verwachten. Nou, ik ga eventjes deze grafiek gewoon even opzij schuiven en ik ga gewoon eerst het basisprincipe uitleggen waar je rekening mee moet houden. We zijn op zoek in trading eigenlijk altijd naar levels. En levels zijn gewoon rechte lijnen. Dus we hebben gewoon een aantal lijnen. En de prijs beweegt tussen die levels. Ja, dus dit is hoe dan een aandeel of een cryptocurrency beweegt. En we zijn eigenlijk altijd op zoek naar levels, horizontale levels. Omdat die levels kunnen ervoor zorgen dat eventueel dat daar kopers en verkopers zitten, waardoor dus prijs omlaag of omhoog beweegt. En die levels noemen we ook wel support en resistance. Dus in feite, als de prijs hier treedt, alle levels erboven noemen we resistance. Oftewel weerstand in het Nederlands. En alle levels eronder noemen we support. Oftewel in het Nederlands steun. Dus alle levels onder prijs is steun. Alle levels boven prijs is resistance. En dit zijn plekken in de grafiek waar prijs ooit is omgedraaid. Dus wat bedoel ik daarmee? Als ik dat gewoon eventjes uitteken. Stel, prijs valt naar beneden, dan is er op een gegeven moment een moment dat dat stopt en dat die dan omdraait. Dus dat moment kun je gebruiken als een steunlijn. Want daar is blijkbaar iets van steun geweest of iets van support. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de andere kant. Stel, een prijs beweegt omhoog en ineens draait het om. Nou, de reden waarom het omdraait is niet omdat daar een indicator ligt of is niet omdat een of ander speciaal iets daar aan de hand is. Nee, het is gewoon simpelweg omdat daar meer verkopers zitten dan kopers, waardoor de prijs omdraait en dus in feite een resistance punt creëert wat je kan gebruiken als weerstand. Dus simpelweg op het moment dat prijs omdraait aan de onderkant, betekent dat er meer kopers zijn dan verkopers op dit desbetreffende, en dan kunnen de desbetreffende level, wat we kunnen gebruiken als support. En als de prijs omhoog treedt en vervolgens omdraait, betekent het simpelweg dat er meer verkopers zijn dan kopers. En we kunnen die plek dan vervolgens gebruiken als resistance. Nou, wat doen we daar vervolgens mee? Is nou, nu dat we weten dat hier support ligt en nu dat we weten dat hier resistance ligt, is dat de eerstvolgende keer dat als de prijs daarin komt, dat we gaan verkopen of short gaan, zoals we het ook wel noemen, de vanuitgaande dat er nog steeds in deze plek meer verkopers zitten dan kopers, waardoor de prijs naar beneden gaat.
Hetzelfde geldt dat als de prijs dus naar beneden komt, weer in het zojuist gecreëerde support, is dat we dan vervolgens hier kopen. En waarom kopen we hier? Is omdat we hier kopen, omdat we verwachten dat er nog steeds meer kopers zitten dan verkopers. En om die redenen dat de prijs omhoog gaat. Ik hoop dat je nu al door hebt dat we heel erg onze tradebeslissingen of heel erg onze denkwijze focussen op waarom beweegt prijs. Of waarom beweegt een aandeel of waarom beweegt een coin. En dat is simpelweg omdat er een verhouding is tussen kopers en verkopers. Niet vanwege een fancy indicator. Dus dit is eventjes in de basis gewoon een beetje half in paint uitgelegd waar we naar op zoek zijn. Nou, de vraag is die dan nu komt is van oké, waar vinden we dan vervolgens die support en resistance? Waar vinden we die levels waar dus meer kopers dan verkopers zitten of andersom? Nou, die kun je vinden op verschillende tijdframen. Dus ik ga nu gewoon weer de grafiek er even bij pakken. Zo. En die kunnen we gewoon vinden door eigenlijk plekken in de grafiek op te zoeken waar prijs dus is omgedraaid. Dus van laag naar hoog is gegaan en van hoog naar laag. En er zijn een aantal momenten waar dat het geval is geweest. Dus er is bijvoorbeeld hier een punt geweest waar prijs eigenlijk omhoog is getreden en vervolgens naar beneden is gevallen. Dus dat betekent dat er rond dit stuk meer verkopers waren dan kopers. Dus we kunnen zo meteen hier een level plaatsen. Hetzelfde geldt voor dit stuk. We zijn hier omhoog gegaan en vervolgens hebben we hier zo weer een plek van een stukje omhoog en weer naar beneden gevallen. Dus dat betekent dat op dit stuk er meer verkopers waren dan kopers. Nou, hetzelfde geldt voor hier. We zijn weer omhoog getreden en weer naar beneden gevallen. Dus dat betekent dat we hier zo op dit stuk meer kopers of meer verkopers hebben dan kopers. Nou, we zitten op dit moment in een downtrendende markt. Dus het valt voornamelijk naar beneden. Ja, dus de markt is niet heel sterk. Dus we hebben voornamelijk meer te maken met resistance levels. We hebben niet zozeer heel veel te maken met support levels in feite op de dagelijkse grafiek. Maar we kunnen wel kijken van oké, kunnen we wellicht support of resistance levels vinden op een lage tijdframe. Dus je begint altijd op de dagelijkse en je werkt jezelf terug naar de lage tijdframe. Maar laat ik eerst gewoon eventjes deze levels plaatsen gewoon in de grafiek, zodat we dat alvast getekend hebben. Dus we hebben hier een resistance level. We hebben hier een resistance level en we hebben hier een resistance level die we kunnen gebruiken. Nou, ik ga even het scherm opruimen, zo. En dan gaan we gewoon naar een lage tijdframe. En ik ga dan vaak van de dagelijkse naar de uren. Oké, dus we bevinden ons nu op het urentijdframe. En dan gaan we ook gewoon kijken naar plekken van, zijn er plekken in de grafiek geweest waarbij er een ommekeer is geweest? En die ommekeer is ontstaan door een inbalans tussen dus de kopers en de verkopers. Nou, er zijn een aantal momenten geweest. We hebben hier een push naar beneden gehad en een push omhoog. Dus dat betekent dat er waarschijnlijk hierin iets van een level ligt. Hetzelfde geldt voor deze, die hebben we natuurlijk al. Hier is niet echt een hele harde push geweest. Er is wel een kleine ommedraai geweest, maar niet zo heel veel voorgesteld. Maar we hebben hier wel vanuit hier een push naar beneden, waarbij je zou kunnen zeggen van oké, dit is ook een resistance level. Dus ik ga deze levels erbij tekenen. Zo, ik pak deze. En ik pak dan deze nog eventjes bij als support, omdat we hier ook een stuk hebben. En we zien eigenlijk sinds gisteren dan dat we zijn naar beneden gevallen en een push omhoog gemaakt. En toen, meer data is er niet, want dat is allemaal nog in de toekomst. Dus we zouden kunnen zeggen dat dit dan een support level is, omdat we daadwerkelijk wel hier een iets van een omdraai hebben gehad. Dus als de prijs hier eventueel terug inkomt, wellicht dat we dan weer een push omhoog krijgen, omdat er meer kopers zitten dan verkopers. Dus laten we ook gewoon daar een level plaatsen. Zo. En dan het laatste wat ik nog doe, is dat ik ga naar de 15 minuten. Dus we komen vanaf de dagelijkse, we gaan naar de uren. En het laagste wat ik dan persoonlijk doe als daytrader, is dat ik dan naar de 15 minuten ga. Om te kijken van oké, heb ik wellicht nog van die levels over het hoofd gezien. Dus plekken waar dus prijs omgedraaid is vanwege een verschil in kopers en verkopers. En dat is het geval geweest. Want we hebben een aantal momenten. Bijvoorbeeld hier, prijs komt naar beneden. Push omhoog, valt weer weg. Dus we hebben hier nog een level. En hier hetzelfde, van prijs komt omhoog en valt weer weg. Dus we hebben hier ook nog een level. Dus we zouden deze twee nog kunnen tekenen als resistance. En dan zijn we er. Zo. Deze twee. Zo. Dus dit zijn plekken in de grafiek waar we nu duidelijk een ommekeer hebben gehad. Waar de prijs is gekomen, volgens een andere kant is opgetreden. En dat is simpelweg ontstaan omdat er op die specifieke plek meer kopers waren
dan verkopers. En het is heel goed om te begrijpen dat het niks te maken heeft met een indicator, maar gewoon simpelweg omdat er een imbalans is tussen die twee. Nou, wat moet je daar dan vervolgens mee als trader? Nou, nu dat we al deze levels geplaatst hebben, wat we nu kunnen doen is dat we rond deze levels kunnen beslissen of we willen kopen of dat we willen verkopen. Nou, hoe zou dat er dan vervolgens uitzien? Als ik dat vervolgens uitteken, is stel de markt gaat open en de prijs komt hier zo meteen in, dan willen we gaan kijken of we eventueel kunnen kopen hier. Waarom? Is omdat de laatste keer dat prijs daar was, waren er meer kopers dan verkopers. Dus wellicht is dat misschien nu weer het geval. En als dat het geval is, nou, dan verdienen we geld. Hetzelfde geldt als het aandeel dus hierin komt. Wellicht willen we dan verkopen of short gaan. Waarom? Is omdat de laatste keer dat het aandeel daarin kwam, waren er meer verkopers dan kopers. Dus dit is hoe we als trader beslissingen maken waar we kopen en waar we verkopen. En dat, zoals je ziet, heeft dat niks te maken met een indicator. Nou, er zijn er mensen die wel gewoon fan zijn van indicators. Ik gebruik zelf ook een aantal indicators. Ik heb er niks tegen. Maar je kan dan vervolgens indicators gaan gebruiken als een stukje extra. Door te zeggen van oké, ik wil graag kopen rondom dit support level. En wellicht is er ook een indicator die mij op een of andere manier bevestigt dat daar kopers zitten en dat de prijs omdraait. En dat is denk ik het meest waardevolle van een indicator. Dat een indicator jouw idee kan bevestigen. Maar we mogen nooit 100% een tradebeslissing plaatsen puur op basis van een indicator. Dus het is altijd een stukje extra. Dus ik hoop dat je hier een stuk duidelijkheid hebt gekregen van oké, hoe en waar plaats ik nou mijn trades? Hoe kom ik op het idee om een trade te plaatsen en waar doe ik dat? Nou, dus door middel van de levels. En ik hoop dat je ook kan zien, juist door het toepassen van deze strategie, dat je eigenlijk al voor een heel groot deel weet hoe je kan traden. En als je dit toepast, kun je al gewoon winstgevend traden. Dus een hele simpele manier van werken, maar het werkt. En indicators zijn een leuke extra, maar zijn absoluut niet 100% nodig om te leren traden. Dus als altijd iemand tegen jou zegt van ja, deze indicator zorgt ervoor dat ik echt heel veel geld verdien, trek dat in twijfel, want hoogstwaarschijnlijk is niet de indicator die ervoor zorgt dat prijs beweegt, maar de kopers en verkopers zorgen ervoor dat prijs beweegt. Laat even weten of je dit nuttig vond. Dat is een vrij technische video. Wellicht als je echt een complete beginner bent, dan begrijp je dit nog niet zo 100% volledig. Maar laat even weten in de comments wat je ervan vindt. Laat ook even een like achter op de video en zorg ook voor dat je abonneert op het kanaal, zodat je meer van deze video's kan zien. En voor de mensen die zoiets hebben van, hey, ik wil graag aan de slag met het traden, maar ik heb nog wel wat vragen erover, of het is mij nog niet helemaal duidelijk. Wat je nu kan doen is een gratis kennismakingsgesprek inplannen met mij of iemand uit het team. Dat kan middels de link onder deze video. Als je daarop klikt, kun je gewoon een datum en een tijd uitkiezen die jou uitkomt. En wellicht spreek je met mij of met iemand anders uit het team. En dan gaan we samen met jou kijken of wij jou kunnen helpen met het traden. En wellicht als je nog wat vragen hebt, dan kun je die ook gewoon stellen tijdens dat kennismakingsgesprek. En wellicht kunnen we je helpen. Bij deze zijn we aangekomen bij het einde van de video. Laat een like achter en dan spreek je in de eerste en volgende.